Beste Weidevogelvrienden, hier zijn we weer met een nieuw hoofdstuk in de Weidevogelbescherming. Kijk, maar je ziet al dat het touw al verzwaard wordt met koekettetjes, hè? Om de paar meter. En dan zie je blikjes ertussen, als het maar een beetje rammelt. En dan liefst gewoon van deze blikjes knobbel. Zo'n oud blikje met wat knikkers erin of wat steentjes. En dat doe je ook om de paar meter, dus tussen die koekettetjes in. En het touw is vrij lang, zoals je ziet. Dus een beetje afhankelijk van de breedte van de akker waar je overheen loopt. Met een aantal mensen. En anders klap je het dubbel. Dat was de bedoeling. Dat er hier één man gaat staan. En daar de andere vrijwilliger. En dan sleep je het touw laag over de akker achter je aan. Die lopen dus echt wel. Dan loopt die dus in een soort halve U-bocht. Dus wil je nou die slok eend, die zomertaling, die later kuif eend of die krak eend nog vinden om hem te redden, dan is dit de methode. De twee vrijwilligers die er achteraan lopen, die lopen dus ongeveer hier, achter het touw, die doen nog een extra lawaai maken. En die zien dan ook de eend, of welke beide vogel dan ook, op het allerlaatste moment van het nest vliegen. Maar alles is beter dan uitmaaien. Dan heb je helemaal niks. Dus dit is wel een hele goede, effectieve methode. Ik hoop dat u er wat aan heeft. Maar wat heel erg belangrijk is, zoek de verbinding in de communicatie met uw boer. Of